Hopelijk ben je na de vorige video's al lekker op weg om online te verkopen. Je bent zichtbaar, want je hebt jezelf voorgesteld met een videootje. Je hebt je collectie laten zien en misschien heb je zelfs al geëxperimenteerd met verschillende soorten apps om content te maken. Maar hoe ga je de klantbeleving van uit de winkel nou eigenlijk vertalen naar je online kanalen? Daar gaat deze video over. Maar wat maakt jou dan uniek? Wat jou uniek maakt zit misschien voor jou in je blinde vlek, omdat het heel erg normaal is wat je doet. Maar wat voor jou normaal is, hoeft misschien niet voor een ander normaal te zijn. En zo heeft elke winkel zijn eigen service level bijvoorbeeld. Een handigheidje daarbij is dat je per stap opschrijft wat jouw service betekent. Van binnenkomst tot aan afrekenen, tot het verlaten van de winkel. En maak die lijst ook eens voor een andere winkel die je kent. En vergelijk die twee lijsten met elkaar. Wat valt je op en waarin blink jij uit? Als je heel graag de winkelbeleving mee wilt geven, dan kun je natuurlijk personal shopping afspraken maken met je klanten. Maar als klanten niet naar je winkel toe willen komen vanuit veiligheid, dan kan je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een klant mee te nemen via videobellen. En op die manier de collectie te laten zien. Denk goed na wat jou uniek maakt en wat jij belangrijk vindt in de service in de winkel en hoe je dat direct kan vertalen naar de online omgeving. En denk daarbij echt simpel. Dus bijvoorbeeld, hoe laat je de collectie zien? Hoe geef je kleuradvies? Ga videobellen met een klant en neem de klant direct mee door de winkel heen en laat zien wat je hebt hangen eigenlijk. En ga daarbij echt voor de wow-factor. Hoe kun je de klanten thuis inpakken zoals je dat eigenlijk ook altijd in de winkel doet? En dat gaat dan echt om de kleine dingen. Dus stel je voor, je hebt altijd koffie met wat lekkers in de winkel. Zorg dan dat je ook bijvoorbeeld wat lekkers meestuurt als je de bestelling langsbrengt of opstuurt. Op die manier verras je mensen en daar gaan ze over praten. En dat is supergoed nieuws voor jou, want dat geeft extra bekendheid aan jou. En ze hebben er een goed gevoel over, waardoor ze eerder bij je terugkomen om weer bij jou te bestellen. En het verrassen kan echt tot het allerlaatste moment als je de bestelling gaat langsbrengen bij de klant. Doe er bijvoorbeeld een leuk kaartje bij waarbij je bedankt voor de aankoop. En benoem daarbij bijvoorbeeld ook dat ze een lokale ondernemer gesteund hebben met hun aankoop en hoe belangrijk dat is. Hiermee kan je stimuleren dat ze misschien ook gaan delen op hun eigen social media en jou daarin taggen, of misschien kan je er een winactie aan hangen, zodat je op die manier ook weer meer bekendheid krijgt en dat er ook nog wat extra's in zit voor de klant.